Een hele goede middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het goed in ieder geval. Wanneer je denkt aan afvallen, dan is het eerste waar je waarschijnlijk aan denkt de productkeuze. Dus wat zijn de slimmere en minder slimme productkeuzes om te maken als je wil afvallen? Anders gezegd, wat kan ik beter wel en wat kan ik beter niet eten? Wat, begrijp je niet verkeerd, hele belangrijke vragen zijn voor als jij wat gewicht wil verliezen. Alleen de vraag die misschien wel net zo belangrijk is, maar iedereen lijkt te vergeten om te stellen, is hoe moet ik eten? De manier waarop wij eten speelt namelijk een cruciale rol bij de hoeveelheid die we ergens van eten. En dat is dus waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. Hoe moet je eten als je wil afvallen? Dus mocht je dit soort video's nou leuk en handig vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op dat belletje te klikken, want er komen veel meer van dit soort video's aan. En hoef jij die dus niet te missen. En mocht je nu bij jezelf denken van, goh, ik kan hier misschien wel wat hulp bij gebruiken. Of dat nu is afvallen, vet verliezen, spiermassa opbouwen en of gewoon een gezondere leefstijl in het algemeen. Kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website. En daar staat mijn 1-op-1 coaching, maar ook mijn op maat gemaakte schema's. Uit onderzoek blijkt namelijk dat langzaam eten en een langdurig blootstelling aan orosensorische prikkels, oftewel de prikkels die wij in onze mond ervaren tijdens het eten, de processen die verzadiging bevorderen, kunnen versterken. En daarmee de energieinname, oftewel calorieinname, ook kunnen verlagen. Hoe dit precies allemaal werkt is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is er ook niet maar één reden waarom langzamer eten en een langdurige blootstelling aan die prikkels in je mond ervoor zorgt dat je langer vol zit en daarmee minder calorieën eet. Het is waarschijnlijk een combinatie van meerdere redenen, waaronder een verhoogde afgifte van honger- en verzadigingshormonen. Dus de hormonen die ervoor zorgen dat we verzadigd raken, daar komen er meer van vrij en tegelijkertijd onderdrukt het de hormonen die ervoor zorgen dat we honger krijgen. Dit lijkt voornamelijk te komen door het kauwen zelf. Er zijn namelijk onderzoeken gedaan waarbij ze deelnemers kauwgom gaven. En in kauwgom zit natuurlijk niks van echt voedingsstoffen, dus daar kon die verzadiging niet vandaan komen. Maar wat ze zagen is dat die deelnemers wel bij maaltijden of snackmomenten daarna minder aten. Nu komt het waarschijnlijk ook niet alleen van het kauwen, maar ook van het beter verwerken van het eten. Want als je beter kauwt en of langer kauwt, dan wordt dat eten toch beter fijn gemalen als het ware. En zorgt dit ervoor dat speeksel ook beter met dat eten kan mengen. En heel veel mensen hebben het niet door, maar in speeksel zitten heel veel verschillende verteringsenzymen. Wat een heel duur woord is, maar dat betekent eigenlijk stofjes die helpen bij het afbreken van eten. Maar oké, dat is één reden. Een andere reden is de verlaging van eetsnelheid. Want je kan je wel voorstellen dat als je meer en langer aan het kauwen bent, dat je ook langer over die maaltijd zelf doet. En het duurt zo'n 20 minuten, dit is wel echt per persoon verschillend, maar gemiddeld ongeveer 20 minuten voordat die verzadigingshormonen in ons maag-darmkanaal het signaal aan de hersenen hebben kunnen geven van joh, we hebben genoeg gegeten, we zitten vol. Wat dus betekent dat als jij in die eerste 20 minuten heel veel eet, je eigenlijk voorbij je verzadigingsgevoel kan eten. Omdat de hersenen op dat moment nog niet dat signaal hebben gekregen van joh, misschien is het handig om te stoppen. En tot slot de laatste reden waarvan we nu weten die mogelijk een rol hierbij zou kunnen spelen, is dat je door langzamer te eten en jezelf ook langdurig bloot te stellen aan die prikkels, een grotere zintuigelijke verzadiging zal ervaren. Wat opnieuw een heel duur woord is, maar best simpel om te begrijpen. Want wat het eigenlijk betekent is dat naarmate wij een product langer eten en dus ook langer ervaren, je wil om dat product of gerecht afneemt. En je dus misschien wel eerder stopt met eten, omdat je bij jezelf denkt van, nou ja, ik zit nu al zo lang dit product te eten, ik heb het nu al zo lang ervaren, vind het wel goed zo. En dit zijn dus drie mogelijke redenen waarom langzamer eten en die langdurige blootstelling aan die prikkels ervoor zorgt dat we voller zitten en daardoor ook mogelijk minder gaan eten. Maar is het nogmaals wel goed om erbij te zeggen dat alle precieze werkingsmechanismes nog niet helemaal bekend zijn. Wat in principe niet erg is, zolang het maar werkt. Wat ook direct de vraag oproept, hoe goed werkt het dan? Om hoeveel calorieën gaat dit precies? Dit is natuurlijk per studie verschillend, aangezien elke studie een net iets andere situatie creëert, met net iets andere omstandigheden. Zo kan het gaan om een gegeven hoeveelheid waar je meer of minder op moet kauwen. Een voorbeeld hiervan zou zijn is, ik geef jou 30 amandelen en vraag je hier 10, 25 of 40 keer op te kauwen. Maar wat ook kan, is dat ik je in plaats van een gegeven hoeveelheid, dus die 30 amandelen, een onbeperkte hoeveelheid geef. Dus eet gewoon zoveel amandelen als dat je zelf wil. Maar vragen we je dan wel om meer of
minder op die amandelen te kauwen dan dat je normaal gesproken zou doen. En dit gaat dan om één eetmoment. Maar wat natuurlijk ook kan, is dat we niet één eetmoment met elkaar vergelijken, maar meerdere, zoals het in de realiteit eigenlijk zou gaan. Dus wat gebeurt er met de hoeveelheid energie die er binnenkomt als we in plaats van alleen naar het ontbijt, middageten of avondeten, nu naar zowel het ontbijt, middageten en avondeten kijken? Heeft langzamer eten daar dan invloed op? Verder maakt het dan ook nog eens heel erg uit of je dit thuis mag doen. Bij sommige onderzoeken krijg je die hoeveelheid eten namelijk gewoon thuis opgestuurd. En in een thuissituatie eet je toch heel anders dan in een laboratorium. Wat natuurlijk allemaal weer voor verschillende resultaten kan zorgen. Maar goed, met al deze kanttekeningen uit de weg, lijkt het effect van langzamer eten en beter kauwen ergens tussen de 0 en 14,8% te liggen. Dus mensen gaan of 0% minder eten. Met andere woorden, je hebt dus niet heel veel te verliezen als je deze strategie gaat gebruiken. Maar kan het oplopen tot 14,8% minder eten? Wat dus absoluut niet niks is. Als we eventjes als voorbeeld een gemiddelde vrouw namelijk zouden nemen, die zo'n 2000 calorieën per dag verbrandt, ook 2000 calorieën per dag normaal gesproken zou eten, natuurlijk is iedereen anders, maar even voor het voorbeeld, dan zou deze strategie zo'n 300 calorieën minder per dag kunnen opleveren. En in het ergste geval dus niks minder en heb je er in ieder geval niks mee verloren. Maar kan het zelfs dan nog de moeite waard zijn om te proberen? Want wat wel uit vrijwel elke studie terugkomt, is dat wanneer de deelnemers langzamer eten en zichzelf ook langer blootstellen aan die prikkels, ze aangeven voller te zitten, maar ook voor langer vol te zitten. Wat het dus in theorie ook weer makkelijker zou moeten maken om misschien toch wat minder te gaan eten. Eigenlijk beter gezegd, wat minder calorieën te gaan eten. Dus dit alles bij elkaar. Wat betekent dit nu praktisch gezien? Neem even de tijd voor als je gaat eten. Ga ervoor zitten en doe dit het liefst zonder al te veel afleidingen. Want de hoeveelheid mensen die ik tegenkom in de praktijk die nog gehaast eten en of eventjes snel tussendoor, is echt schrikbarend. Dingen die ik geregeld nog hoor terugkomen is dat ze op werk geen tijd hebben om te eten en dus maar eventjes snel achter de computer eten of eventjes snel tussendoor. Maar andere dingen die ik ook geregeld hoor terugkomen zijn snel eventjes in de metro en of trein wat eten, dat ze in de ochtend geen tijd hebben en hiermee schiet je jezelf echt in de voet. Wat je dus eigenlijk het liefst zou doen, is gewoon even een moment voor jezelf inblokken in je agenda en dat moment dan ook echt eventjes tijd voor jezelf noemen. Mocht je nu zelfs dan nog gehaast voelen, wat kan, geloof me, ook ik heb dit, dan zou je ervoor kunnen kiezen om wat langzame muziek aan te zetten. Of eventueel een kaarsje. Dit helpt vaak echt al enorm om eventjes te ontspannen. En mocht je nu toch genoodzaakt zijn om bijvoorbeeld in een metro of trein te eten, waar er zoveel prikkels en zoveel afleiding om je heen is, dan werkt zeker die tip van wat muziek opzetten vaak heel erg goed om toch wat rustiger aan te doen. Maar goed, hoe langzaam moet je dan eten en hoeveel keren moet je dan kauwen? Een goede vuistregel is om tussen de 20 à 30 keer per hap op je eten te kauwen. Kan je meer dan 30 keer kauwen doen? Ja, maar wat je dan wel heel vaak terug ziet komen, in zowel de praktijk als in de studies, is dat de plezier van het daadwerkelijk eten heel erg omlaag gaat. Want dan ben je meer bezig met het kauwen zelf. Oké, op hoeveel zit ik nu? In plaats van dat je ook echt geniet van hetgene wat je aan het eten bent. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Ook zou je na elke hap je bestek, mocht je dit gebruiken, kunnen neerleggen. En als je geen bestek gebruikt, leg je gewoon hetgene neer wat je op dat moment aan het eten bent. Voorbeeld hiervan is een appeltje. Ja, daar gebruiken de meeste mensen geen bestek voor, maar kan je wel na elke hap eventjes weer neerleggen. Verder zou je nog voordat je een maaltijd of eetmoment begint, je intenties kunnen uitspreken. Dus dan zeg je tegen jezelf voordat je begint met eten, oké, we gaan nu eten, dit is een moment voor mezelf, we gaan dit rustig aan doen. Het hoeft allemaal niet gehaast. En dan tot slot, dit zijn wat onorthodoxe manieren en deze hoor je niet heel vaak, maar wel grappig om op zijn minst een keer geprobeerd te hebben. Ik weet niet of ik dit zelf structureel zou doen, is eten met je niet-dominante kant. Dus mocht je rechts zijn, dan gebruik je alleen maar je linkerhand om zowel dingen op te pakken als te eten. Dus de linkerkant in je mond. Want vaak gebruiken we ook één kant om ons eten echt te kauwen. In mijn geval, ik ben links, dus het merendeel van het kauwen doe ik aan de linkerkant van mijn mond. Maar je zou een keer kunnen proberen om dat net even om te draaien. Oh, en dit is misschien nog wel een manier die het beste werkt van allemaal, en dus ook zeker benoemenswaardig is, is dat je naast meer kan kauwen, ook eventjes kan ruiken aan het eten, voelen en of kijken, zodat je echt de hele ervaring eruit haalt.
En op hoeveel minuten je dan precies uitkomt, dat maakt niet zo heel veel uit. Natuurlijk ook gigantisch verschillend per hetgeen wat je eet. Een appeltje heb je uiteindelijk veel sneller op dan een hele maaltijd. Maar het gaat erom dat je jezelf in ieder geval eventjes de tijd ervoor hebt gegeven. Dus dit alles samengevat. De manier waarop we eten speelt een enorm belangrijke rol in de hoeveelheid die we uiteindelijk ergens van eten. De reden hiervoor is nog niet helemaal bekend. Waarschijnlijk is het ook niet maar één reden. Zijn het meerdere dingen die meespelen. Maar is het ook niet altijd nodig om precies te weten waarom iets werkt, als het maar werkt. En dat is hier dus zeker het geval. Want ook al gaan mensen niet altijd direct minder eten, gaan er in ieder geval niet meer door eten. En in het beste geval een heel stuk minder. Maar wat ze wel vrijwel allemaal aangeven, is dat ze na op deze manier gegeten te hebben, in ieder geval voller zitten en ook voor langer vol zitten. En hoe je dat dan praktisch doet, daar zijn een veelvoud van manieren voor. Maar is het belangrijkste misschien wel om jezelf ook echt even daadwerkelijk een moment te gunnen. Waarmee we denk ik alles hebben gehad wat betreft langzamer eten en een langdurige blootstelling aan die prikkels. Maar kan ik het me voorstellen als je aan de hand van deze video nog met wat vragen zit. Aangezien ik toch best wel snel door heel veel verschillende dingen heen ben gegaan. Dus mocht je aan de hand van deze video nog vragen hebben, laat ze dan altijd eventjes achter in de reacties, want ik help je graag verder. Mocht je deze video nu leuk en handig hebben gevonden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Mocht je nog niet zijn op mijn kanaal, nogmaals welkom. Vergeet vooral niet even te abonneren en op het belletje te klikken, want er komen veel meer van dit soort video's aan en hoef jij die dus niet te missen. En over verder helpen gesproken, mocht je hier nu hulp bij nodig hebben, of dat nu is afvallen, vet verliezen, spiermassa opbouwen en of een gezondere leefstijl in het algemeen, kijk dan zeker even in de beschrijving, want daar vind je een linkje naar mijn website. En daar staat een 1-op-1 coaching, maar ook mijn op maat gemaakte schema's. Maar dat was dit het voor vandaag en dan zie ik jullie de volgende keer weer.